we hebben voor ProPanel gekozen omdat we het ook zagen in het vorige systeem waar we met een 2D-layout werkten, dat er toch wel nog fouten in kruipten. Bepaalde dingen dat niet correct waren of niet volledig waren. En met een ProPanel kunnen we het toch wel echt volledig uittekenen zoals het zou zijn, zoals het gaat gemaakt worden. Voor mij is het grote voordeel van werken in de 3D gewoon de correctheid. De correctheid van de layout, van de afmetingen. Anders kom je altijd wel iets uit dat iets niet past of niets goed is, of het is te hoog, het zit ergens tegen. En dit zie je onmiddellijk in 3D. De efficiëntie was eigenlijk opnieuw een beetje gelijk, zoals het elektrisch schema, veel correcter. We hebben bijvoorbeeld standaard elektrische kasten gemaakt, waar wel ook een 3D eigenlijk in dezelfde tijd kon getekend worden als gewoon een 2D. Dus je verliest er geen tijd meer mee. Het ziet er veel ingewikkelder uit, maar je verliest er zeker niet meer tijd door. Maar je hebt wel een veel correcter resultaat en daar haal je wel tijd uit. Je haalt er problemen dat je anders niet zou zien, haal je eruit en daardoor win je zeker tijd. Voor productie, zeker het ontwerp. Dat zij normaal eerst met de houten, met de componenten eens gaan uitproberen op het bord. Om te kijken dat alles zeker correct is, dat alles klopt, dat alles past. Ze zien direct, zijn direct de correcte layout. Ze hebben zelf direct de goede maten op papier staan. Ze kunnen deze gewoon op maat maken in plaats van alles zelf te moeten opmeten, zelf te moeten proberen. Dat is zeker een winst ook voor hen. Voor nieuwe mensen in de productie is het zeker een voordeel. En is de drempel naar kableren een stuk kleiner. Ze kunnen met aansluitlijsten werken, ze hebben veel duidelijkere instructies, duidelijkere maten. Waardoor ze eigenlijk niet een bepaalde kennis dat vroeger een kableur moest hebben, nu eigenlijk minder van toepassing is. De efficiëntie is zeker gestegen, omdat eigenlijk de foutenlast gedaald is. De productie krijgt een correcter resultaat, waardoor zij dan ook minder vragen hebben en eigenlijk de efficiëntere samenwerking is. Om voor ProPanel te implementeren, hebben we eigenlijk gekeken naar onze database en gezorgd dat die componenten dat daarin zaten die we moeten kunnen intekenen, de kasten en dergelijke, dat we deze in 3D hadden of indien niet, hebben we deze aangemaakt. En dan ging het eigenlijk redelijk vlot om van daarover, als je deze componenten allemaal in 3D hebt, om van daar te beginnen tekenen, ging het erg vlot. Het is echt niet moeilijk om met 3D te werken. Je moet wel zorgen dat de artikeldatabase op punt staat, de 3D er op punt staat. Maar als dat in de orde staat, met alle functies die in EPLAN aanwezig zijn, kun je zeker op een simpele manier eigenlijk in 3D tekenen. EPLAN heeft ons daar zeker bij geholpen opnieuw te implementeren en het op een correcte en toch wel een snellere manier te doen dan je het zelf al moet uitzoeken. Ze hebben ons veel aangeleerd, we hebben er ook een training voor gehad van ProPanel. En je leert het gewoon op een goede manier te doen en hoe het moet. Ja, dat is zeker waardevol geweest.